Goedemorgen. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Het is nog eigenlijk best wel vroeg. Het is 8:30 en ik was al rond 6 uur wakker. Ik kreeg gisteren namelijk een ontzettend goede mail wat betreft Hava Creations. Een hele grote kans voor mij die ik zeker met beide handen ga aanpakken. En op het moment dat ik zo'n kans krijg, kan ik niet meer slapen. Heb ik allemaal ideeën? Weet ik dat ik een mail wil sturen? Kan ik alleen nog maar daaraan denken? En nou, deze nacht was verschrikkelijk. Maar goed, het is nu dus 8:30 en ik heb heel de ochtend daaraan gezeten. En ik dacht, misschien is het leuk om vandaag weer een video te maken waarin ik van alles ga doen eigenlijk. Ik heb een pakket van Decennio binnengekregen. Dat zijn posters en lijsten die je online kan bestellen. En ik heb een samenwerking met hun, dus daarvoor moet ik een Instagram TV opnemen. Wat ik nog nooit heb gedaan, dus daar heb ik best wel veel zin in eigenlijk. En ik wilde eigenlijk snel een nieuw make-up lookje laten zien. Als je me op Insta volgt, dan heb je dat wel gezien. En dat wil ik eigenlijk heel snel gaan doen. Daar gaat niet de hele video over. En voor de rest zien jullie het nog wel. Ik ga nu denk ik even douchen, omkleden. En dan gaan we de dag echt beginnen. En niet vanuit bed met mijn laptop. Ik keek trouwens net een vlog en die ging over kerst. En ik heb nu opeens zoveel zin in kerst. Echt super raar. Maar oh, ik heb helemaal zin in die gezellige kerstmood. Maar goed, even normaal doen. Deze broek is van de Zara. Zo'n flared broek. Zo even. En dit is ook een topje van de Zara. En nu even opmaken. Met mijn make-up doos hier. Dit is de make-up stash. En dan ga ik jullie hier opzetten. En dan hoop ik dat het er goed genoeg uitziet. Oké, we beginnen altijd met een beetje primer. Wat ik nieuw heb geleerd is dat ik eerst mijn wenkbrauwen doe en dan mijn foundation, want dan kan je die lijnen strakker maken. Dus dat ga ik doen. Gaan we nu foundation op doen. Normaal gebruik ik deze stift van L'Oréal Paris, maar die is helemaal op. Ik had nu een vervanger gekocht van Essence, een hele goedkope. Maar deze is echt aanzienlijk minder chill, dus die zou ik niet aanraden. Deze is veel smoother en dit is niet, ja, dit blendt gewoon niet zo lekker. Gaan we de bronzer opdoen. En dan komt het nieuwe gedeelte. Mijn make-up kwast ligt echt op een hele kutte plek. Hier onder het rooster. Daar. Je ziet hem een beetje. En als je mij een beetje kent, weet je dat ik geen 100 make-up kwasten heb. Dus hoe de fuck gaan we dit nu doen? Het gaat me niet lukken, jongens. Ik krijg dit rooster niet los. Daar gaat mijn make-up tutorial. Dit is echt super kut. Oké, dat wordt geen
oogschaduw voor mij. Ik moet een nieuwe kwast kopen of ik moet de dingen eruit zien te halen. Maar dit gaat nu in ieder geval niet werken. Dus we gaan er toch maar een basic make-upje van maken. Oké, ik heb net de Instagram TV gemaakt. Dit zijn de schilderijen. En nu ga ik even naar de gamma. Want ik wil geen spijkers of schroeven in de muur. Maar ik wil van die plakdingen. Zodat je muur niet beschadigt. Dus die gaan we even halen. En die zit echt super dicht bij mijn huis. Dus dat is echt parfait. Oké, het ophangen ging verschrikkelijk. Die plakdingen die ik in eerste instantie wilde kopen, die hadden ze niet. Toen heb ik andere gekocht en die plakten niet. Dus. Maar ik heb nu op een hele leuke andere manier eigenlijk gesteld. En het is zo leuk. Ik ga het aan jullie laten zien. Deze schilderijtjes met mijn lampje. Ja, dat is toch te schattig. Onder die doos met mijn apparatuur. Maar hoe cute is dit? Ik hier naast mijn bed heb ik het schilderij van Maxime Rokus. En daar zitten make-up spullen en zo in. Maar dit is toch ook fucking schattig? Kom ik uit het bedje? Nieuw. Nieuw. Oh, hey. Ik ben er echt fucking blij mee. En ik hoop dat ik er een super leuke Instagram TV van kan gaan maken. Ik heb dat dus nog nooit gedaan. Dus ik ga wel even kijken waar ik allemaal aan moet voldoen en zo. Maar wil je die zien, ga dan naar mijn Insta. Want daar staat die dan op. Het is echt van dat grauwe weer. En ik ben gelijk weer heel de dag koud. Maar ik heb echt honger. Dus ik ga even iets maken. Ik weet nog niet wat. We hebben dus heel veel bananen die best wel rijp zijn. Dus ik dacht misschien pannenkoekjes. Maar het is weer zoveel werk en ik heb er nu geen zin in. Oh, we hebben geen eieren, dus dat kan sowieso niet. Wat geel. Wacht, dit is beter. Maar geen eieren, dus sowieso geen pannenkoekjes. Gaan we dan eens maken? Misschien gewoon nog een keer havermoutjes. Zo lekker. Zo lekker. Ja, dat ga ik doen. Yummy, koffietje. En lekker havermout. Het is inmiddels. Ik heb het net nog gekeken. Het is inmiddels 2:50 en ik ga over 10 minuutjes weg. Dan ga ik lekker tennissen met mijn bazin. Dus daar heb ik super veel zin in. Tegenwoordig tennis ik 1 keer per week met haar. Ik heb vroeger altijd competitie gespeeld. En ja, heel lang niet meer gedaan eigenlijk. Maar de eerste keer ging het weer super goed. Dus nu zit ik er echt weer helemaal in en wil ik gewoon weer echt beter worden en zo. Dus zo lekker tennissen en dan daarna moet ik werken tot 11 uur. Goedemorgen. Het is een andere dag. Ik heb gisteren niet meer kunnen filmen. Ik wilde heel graag het tennissen filmen, maar helaas regende het. En daar kon mijn cameraatje niet tegen. Ja, super jammer, want het ging echt heel goed gisteren. Maar helaas. Het is vandaag de volgende dag. Ik moest tot laat werken. Dus ik dacht, pak vandaag nog een stukje mee. En wat ik nog wil laten zien is een boek. Het is dit boek. Girl Boss. En ik ben het nu aan het lezen. Nou, ik ben echt geen lezer. Maar ik heb deze nu bijna uit in een weekje. En het gaat over, voor de chicks die kennen misschien Nasty Gal, de website. Het is een kledingsite. En de CEO daarvan heeft deze biografie eigenlijk geschreven. In dit boek vertelt ze eigenlijk hoe ze Nasty Gal tot een miljoenenbedrijf heeft omgetoverd.
En ja, het is zo motiverend voor mij om dit te lezen. Ik ben natuurlijk met mijn eigen bedrijf Hava Creations bezig. Ik ben nu super hard bezig om nieuwe opdrachten binnen te krijgen. Omdat de opdrachten die ik voor mijn reis had, heb moeten afzeggen natuurlijk. Dit is zo motiverend om te lezen. Je krijgt zoveel zin om gewoon aan je eigen bedrijfje te werken. Dus die heb ik bijna uit. En dan wil ik eigenlijk meer van dit soort boeken gaan lezen. Want ik krijg er gewoon zoveel energie van. Dus als iemand een tip heeft, heel graag. Wat ik ook nog wel grappig vond om te vertellen is, ik ben nu zo blij met mijn schilderijtjes. En deze kant ziet er echt super fleeky uit met mijn schilderijtjes en zo. En dan gaan we naar deze kant van de kamer. En daar is dit aan de hand. Oh my god, what did you do? Dit is allemaal schone kleding, maar ik moet het gewoon opruimen. Dus dat ga ik nu maar even doen. Ik heb hier trouwens ook nog kunst hangen dat ik een keer gekocht heb. Fucking gaaf, hè? Ja, als ik een nieuw huis heb, dan komt er heel veel mooie artwork in. Voilà. Dit is vieze was, die moet ik wegbrengen. Maar het is weer netjes. Ik heb toch iets anders aangetrokken. Ik had het heel warm en vervolgens keek ik op de buienradar. Wordt vandaag 26 graden. Dus we hebben even een zomers outfitje aangetrokken. Ik ben echt weer wit aan het worden. En het is echt niet nice. En ik wil echt weer blonder in mijn haar. Ik dacht, ik laat nog even mijn OOTD zien. Dit is gewoon een hemdje van de he. Dit is gewoon een hemdje van de H&M. En die heb ik dus zelf getie-dyed vorige keer. Daar is ook een video van. Deze broek is van Earth Circle. Die heb ik in Ibiza gekocht. Die is echt super chill. Ik heb er eigenlijk ook nog een bijpassende top bij. Ik heb hier, dit is een donkerblauw spijkerjackie. Die is van Zara Kids, jongens. Beste tip ooit. Daar koop ik regelmatig spullen. Veel goedkoper en de grootste maat past, is gewoon een 34 of een 36. En ik heb mijn Clarks aan. Hier ben ik echt zo blij mee. Deze heb ik echt een keer voor €60 gekocht. Terwijl ze echt 170 zijn of zo. En natuurlijk matchy mijn sokken met mijn topje. En natuurlijk mijn leuke belletjes in. En ik had, wat ik ook nog wil zeggen, ik had een poll gedaan op Insta. Met vooroordelen over mij. En er waren dus best wel veel mensen, of veel, ik denk iets van 5 of 6, die zeiden van ja, je hebt het perfecte leventje. En ik heb zeker niks te klagen, echt niet. Maar ik bedoel, ik heb ook wel eens mindere dingen in het leven. En zo waren we bang dat mijn opa ziek was. En we hebben net gelukkig te horen gekregen dat het dus geen kanker is waar we echt zo blij mee zijn. Ik heb nog al mijn opa's en oma's. Ik ken dit gevoel echt totaal niet, eerlijk gezegd. Het verliezen van iemand die zo dichtbij je staat. Dus ja, dat vond ik eigenlijk super eng. En dit is eigenlijk echt super goed nieuws. Want het is blijkbaar een polyp die weggehaald moet worden. Maar dat is dus niks ergs. Dus ja, er spelen wel dingen, maar die vertel ik eigenlijk dan niet. En daar wil ik eigenlijk wel een beetje verandering in gaan brengen. Want het is ook niet altijd zo dat het koek en ei is in mijn hele leven. Maar ik zeg eerlijk dat ik een heel leuk leventje heb. Maar dat maak ik er ook wel zelf van. Dus ja. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.